bij CNL Reborns. Vandaag hebben we het thema op donderdag en het thema is eenhoorns en sterren en volgens mij veetjes. Nou, van veeën heb ik sowieso niks, dus ik heb wat leuke eenhoorns neergezet. En ik heb een paar superleuke sterretjes outfits. En die ga ik nu aantrekken. De eerste reborn die ik ga omkleden is Surya Week. Zij krijgt van mij dit sterrenjurkje aan. Zo. Ik zal alles zo nog even van dichtbij filmen. De outfits en wat ze dus aan hebben. Ik doe mijn thema donderdag vandaag met 4 reborn baby's. Suri sowieso, Surya Week. En Glowy. En Marie. En baby Finn. Ja. Ja, baby Finn hè? Ja. Ja. Zo. Nou, Suri is klaar. Ze heeft haar sterrenjurkje aan. Zo. Een schattige TI. Eenhoorn. En een schattige rammelaar met sterretjes. Past goed bij het thema. Dan ga ik verder met de volgende. Reborn. Ik zet Suri even aan de kant. Ja. En dan is het de beurt aan Glowy. Zo. Bij Glowy kies ik voor een ja, schattige mintgroene sterren pyjama. Zoals jullie zien, de schattige sterretjes erop. Ja, die. Ja, mooi is die, hè? Ik trek de kleding even aan. Helaas is het commodeblad waar de reborns op liggen iets te hoog om het aankleedproces helemaal goed te filmen. Maar ik laat zo meteen uiteraard alles van dichtbij zien. Zo. Het is eigenlijk wel een beetje warm voor zulke pyjama's vandaag. Ja. Ja. Maar goed, het is leuk dat het bij het thema past. En dan desnoods trekken we morgen weer iets zomers aan. Toch? Nee, nou. Deze mee. Ja. Met deze mee? Wel ja. Zo. Nou, dan kan het pyjamaatje dicht. Dat gaat door middel van de drukknoopjes. En dit pyjama pakje past Chloe super goed. Het staat er ook erg leuk. Zo, dan kan ik het van dichtbij filmen. Daar hebben we Chloe. Zij heeft ook staartjes in, dus ik hoef voor de rest niks aan haar haartjes te doen. Dan heb ik dit schattig pakje met allemaal sterretjes. Voetjes, zelfs aan de onderkant zitten nog sterretjes. Ik vind het pakje haar erg goed staan. En dan is het tijd voor de volgende. Ik haal Glowy even aan de kant. Dan pak ik baby Finn erbij. Zo. Ook hij is klaar voor een schattig outfitje. Hij krijgt vandaag als enigste iets cools aan. Ik heb voor hem een hele leuke romper met een sterretje erop. Zo. Dat is deze. En dat komt ook weer terug in het thema. Zo.
Omdat het thema natuurlijk ook sterren bevatte en unicorns. Oh ja, wat trouwens ook grappig is, dat ga ik zo even filmen. Dat de unicorn knuffels ook sterretjes hebben op hun halstertjes en op hun vleugeltjes. Ik ga dat zo even van dichtbij filmen. Zo. Nou, baby Finn zit in zijn rompertje al. Hij kan trouwens de rammelaar vasthouden. Dat is super schattig. Ik ga het even dichtbij laten zien. Nou, daar is baby Finn. In zijn rompertje met Star. En een schattige rammelaar. Hij kan het helemaal zelf vasthouden. Met zijn handje. Hij ziet er erg schattig uit zo. In zijn romper. Nou, dan ga ik de laatste baby erbij pakken. Dat is Marie. Zo. En Marie krijgt ook nog een heel schattig pakje aan. Zo. Voor Marie heb ik voor dit pyjamaatje gekozen met sterren. Ik hoop dat het daar leuk zal staan. Straks zet ik de reborns allemaal bij elkaar. En dan kunnen jullie zien hoe het resultaat is. En ik denk dat hij wel geslaagd gaat worden. En ik zal nog zo even de unicorns laten zien met hun sterrenhalstertje. Die zijn wel erg schattig ook. Ik vind unicorns wel schattig. Nou ja, in Nederland noem je het natuurlijk eenhoorns. Tegenwoordig ook wel veel unicorns. En zo. Nou, Marie is ook klaar. Daar is Marie. Zij heeft een wit pyjama pakje aan met mintgroene sterretjes. En het ziet er erg schattig uit, ook bij de voetjes. Oh ja, en natuurlijk leuk het voedingskussen met de sterretjes. Zo. Dan draai ik het even om. Dan ga ik het voedingskussen weghalen. En dan ga ik alle reborns even op de commode zetten. Zodat jullie ze goed kunnen zien. Ik zal die unicorns nog even van dichtbij filmen. Dit is de grootste. Zo. Ik zet even Marie neer hoor. Ja. Dit is de grootste. Hallo. Met een roze horen. Glitteroortjes, glitterhoefjes. Gekleurd staartje, gekleurde manen. En deze vond ik dus zo grappig, want die komen terug in het thema. Deze drie. Ten eerste zijn het natuurlijk unicorns. Dit zijn dus de drie schattige unicorns die heel erg leuk bij het thema passen. Omdat het natuurlijk ten eerste unicorns zijn. En ten tweede, ze hebben ook nog vet schattige sterretjes op de hoefjes, op hun halsters en op de vleugeltjes ook nog sterretjes. Dus helemaal bijpassend. En dan hebben we die nog. Dat is een lampje, helaas is het batterijtje leeg. Ik ga mijn reborns nu even neerzetten. En dan film ik het nog even van dichtbij hoe de meiden er allemaal uitzien. En natuurlijk baby Finn. Nou, daar zijn ze allemaal. De unicorn knuffels. En de baby's. Glowy met haar paarse unicorn. Finn met de rammelaar. En de sterretjes erop. Surya Week. Zij heeft de grote unicorn vast.
Hiervoor de drie kleintjes. Het lampje. En Marie met de gekleurde unicorn. Bedankt voor het kijken naar mijn thema donderdag met unicorns en sterren. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei doei!